Door naar de eindexamens, want het is zover. Ja, ja, mensen. De bel gaat. Dan begon het. Sommigen zien er al maanden tegenop. Anderen die zijn dit weekend misschien helemaal de deur niet uitgekomen, omdat ze alles nog moesten leren voor dat eindexamen. Ze beginnen vandaag. En onze verslaggever Carlijn Houteman, die is elke dag ergens anders in de provincie om dan verslag te doen van die eindexamenstress. Zo ook nu. Carlijn, waar ben je? Ja, op het Carolus Borromeus College in Helmond. Ik ben er vanochtend al vroeg heen gegaan om hier even te kijken of ze er klaar voor zijn. Want vandaag is het zover, dan gaan die eindexamens beginnen voor ruim 30.000 leerlingen in Brabant. En het grootste deel daarvan zit op het VMBO, ruim 17.000. Dan heb je nog ruim 9.000 leerlingen op het HAVO en zo'n 6.000 leerlingen op het VWO. En in zo'n VWO-klas waar wij vanmiddag de eindexamens gaan aftrappen om 2:30 Nederlands. Ja, daar zijn wij nu, want Evelien Vermeulen, u bent van het Carolus Borromeus College in Helmond. Bent u er klaar voor hier? Wij zijn er klaar voor en wij denken onze leerlingen ook. Die hebben ontzettend hard gewerkt. Zelfs in de vakantie zijn ze op hun school geweest hier in de stad om te blijven oefenen. Ze gaan het redden, ja. Ja, want we staan hier in zo'n gymzaal en als ik dan hier kijk, dan komen die spannende gevoelens bij mij al wel naar boven van vroeger, hè? Want al die tafeltjes staan hier achter ons. Hoeveel voorbereiding zijn jullie hier nou aan kwijt? Echt wel een paar weken geleden al stevig begonnen. In het begin van het schooljaar begin je al met de grote planning. Maar echt concreet de laatste weken. De conciërges die zich echt heel erg druk gemaakt hebben om alles fysiek klaar te hebben. Administratie, alle gegevens voor elkaar. Nou, vooral de collega's die natuurlijk met de leerlingen bij herhaling hebben. Ja, dit is de schoolpraktijk, hè? Zo gaat het. Zo gaat het straks niet, want dan mogen de kinderen niet gestoord worden. Maar oh ja, de collega's die de lessen hebben verzorgd en de examentraining zijn ontzettend druk geweest. En de leerlingen, die hebben hun laatste vragen gesteld via de mail en ook op school zelf. Dus ja, ik heb er vertrouwen in. En vandaag trapt dus het VWO af met Nederlands, HAVO met scheikunde. VMBO mag nog eventjes een dagje rusten. Maar VWO, hè, laten we het daar nog heel even over hebben. Die hebben Nederlands. Ik noem dat zelf het horror-examen, want 1 op de 5 is daarvoor gezakt vorig jaar. Hoe gaat dat nu? Ze zijn heel stevig voorbereid. Het was een spannende periode dit schooljaar. Ze zijn getraind aan alle kanten. Dit zou goed moeten gaan, ja. Nou, u bent voorbereid. Misschien de kinderen die nog kijken, de leerlingen. Klein beetje leren, nog 2:30, dan gaan we van start. En dan gaan de eindexamens beginnen. 2 weken lang gaan we hier knallen. Oh, ja, we hadden het er vanochtend nog over. Kan jij het je nog herinneren, zei ik tegen Maarten. Ja, met snoepjes en marsen. En waar keek je het meest tegen op? Weet je dat nog? Het examen wat je het allerergst vond? Ik keek het meest op tegen wiskunde. Wiskunde A was dat. Omdat en kwam dat dan ook na een dag dat je daar ook nog heel veel voor moest doen? Het rooster weet ik niet meer. Nee? Geen idee. Maar ik weet wel dat wiskunde A, ik stond daar ook penibel voor, om het zo maar te noemen. Heb ik uiteindelijk wel gered, maar met veel bijlessen en dat soort dingen allemaal. Ik heb niet zo'n wiskundeknobbel. Nee. Daarom heb ik nu met een wiskundige. Ik vind het op zich heel knap dat jij wel wiskunde in je pakket had dan. Ja, dat zeiden ze dan. Dat is handig voor je. Is goed voor je toekomst. Dus. Nou, kan je vertellen, als ik nog eindexamen had moeten doen in wiskunde, had ik nu nog op de. Dan had je hier niet gestaan. Gezeten. Nee, zeer zeker. Goed beginnen voor je eindexamen. Dat kan met de Rolling Stones.